Yo mensen op Leefje.nl, mijn naam is Mick en welkom bij een nieuwe Route 99. Zoals jullie zien ben ik nog steeds 72 rated. En ja, let's go. Laten we de volgende wedstrijd spelen. Doe alvast dat blauwe duimpje omhoog. Kunnen we de 300 duimpjes omhoog halen. Dat zou echt super awesome zijn. En let's go. De allereerste wedstrijd speel ik tegen Kobenhof. Ja, Kobenhof. Met zo'n O met zo'n streep erdoor. Kan iemand mij vertellen in de reacties hoe je dat uitspreekt? Spreek je dat gewoon als een O uit? Of een O of een U? Of wat dan ook? Ik heb echt geen idee. Maar waarschijnlijk iemand van jullie weet dat. Dus schrijf het even in de reactie. Zoals je op het beeldscherm ziet, verander ik mijn, ja, mijn ding naar van wereldklasse naar professioneel. Waarom? Aangezien ik, ja, 99 rated wil worden, is het een beetje moeilijk om dat op wereldklasse te doen. Dus ja, daarom hebben we het naar professioneel gedaan. En daardoor zijn de wedstrijden ook weer wat leuker. So, let's go! En hier ziet u het geweldige intro filmpje dat echt niemand boeit. Dus dat skippen we. Skip, skip, kruis, kruisje. Ja, dan is hij weg. Of wat is het op de X-Wars getrollen A of zo. Ik heb geen idee. Hier zit u de aftrap. Laten we gaan naar de goals. En ik weet niet waarom ik jullie met u aanspreek. Want waarschijnlijk ben je of rond mijn leeftijd. Of jonger dan mij. Maar ja. Oké, laten we beginnen. Ik weet trouwens niet hoe oud zijn jullie. Laat het even weten in de reacties. Dat zou grappig zijn. Kan ik een beetje inschatten hoe de gemiddelde kijker zijn leeftijd is. Ja. Oké, ik zit allemaal raar te doen. Laten we beginnen met de wedstrijd. En hopelijk vallen er goals. Zo niet, dan is het een echte kutwedstrijd. Grapje, dan is het een echte kwalitatief uitermate teleurstellende wedstrijd. En hier is dan de allereerste kans van de wedstrijd. Maar Mick, er zijn al veel meer kansen geweest. Back dicht en ja, het wordt een goal voor de tegenstander. Ja. En nu zitten we hier in de 81ste minuut. En het is ontzettend spannend natuurlijk. Want ja, alles kan er gebeuren. Het staat 0-1. Hun doen nog een wissel. En hier krijgt Mick de bal. En nee, hij geeft gewoon de bal zomaar weg. Wordt weer over de lijn geschoten en blijft spannend. Want ja, we hebben hier weer een kans. Waardoor Mick weer de bal krijgt. Hij kilt erdoor, hij wilt erdoor. Hij gaat er ook door. En hij schiet. Nee, die bal gaat weer net mis. En nee, al die kansen mislukken. En dan gaat hij weer over de zijlijn. Holy shit. Nou, Mick mag het nog gewoon nog een keer proberen. Hier een hele rare voorzet. Waardoor de bal komt op een andere speler. Die paast hem ook. En dan uiteindelijk krijg ik hem in mijn voeten. En ja, ik val. Waardoor ik een penalty krijg. En gaat hij erin? Jazeker. En zo staat het. 1-1. En dat is ook de uitslag van de wedstrijd. Laten we doorgaan naar de volgende wedstrijd. En de volgende wedstrijd spelen wij tegen Silkenborg FC. Of ik bedoel Silkenborg IF. Sorry mensen. Silkenborg IF. Ze zijn dus in vorm. Net zoals mijn spelen. Want dat peltje staat helemaal omhoog. Dat betekent dat mijn spelen ziek in vorm is. Zo laten we hopen dat ik een toffe wedstrijd ga spelen. En hier gaat dus de allereerste goal vallen. Oh my god. Mick spoilert dat er een goal gaat vallen. En ja, hij gaat erin. Maar de goal komt niet op mijn naam. Terwijl ik hem wel schoot. Nee, ze zien dat als een eigen goal. En in de herhalingen zie ik niet echt dat het een eigen goal is. Maar het is dus wel een eigen goal van Johnson of zoiets. Dus ja, 0-1. Ja, dat wel. Wat ook de einduitslag is van deze wedstrijd. Dus die eigen goal heeft al een overwinning bepaald. Wat natuurlijk super chill is. Maar nu is het al één keer 1-1 geworden. Eén keer 0-1. Een beetje saaie wedstrijd. Dus laat ik jullie even een spectaculaire wedstrijd laten zien. En die spectaculaire wedstrijd gaat gespeeld worden tegen Renders FC. Of Randers FC. Het is maar net hoe je het wil uitspreken. Hier zie je de spectaculaire aftrap. Oh my god, het is nu al een spectaculaire wedstrijd. Holy shit. En in de tweede minuut gaat al de eerste goal vallen. Ja hoor. Kijk dit dan. Een geweldige goal. En laten we meteen doorgaan naar de volgende goal. Ja. En in de vijfde minuut. Ja, dan krijg ik alweer een kans. Een geweldige kans die ik prachtig afmaak. Oh, zeg ik het zelf. Wat dus leidt tot 2-0. Holy shit. 2-0 in 6 minuten. Wat een geweldige wedstrijd. En hier weer een mooie actie van mijn team. Zoals je ziet vraag ik hier om de bal. Ik word getackled. En dat leidt, ja hoor mensen, tot een penalty. En gaat hij erin? Oh ja, zeker. Ja, zeker. En zo staat het 3-0. Hier in de 64ste minuut. Ik sta al 9,3 gemiddeld. Ja, kan het nog beter dan? Ja, dat kan. Ja, 4-0. Een geweldige goal, al zeg ik het zelf. Dat leidt tot een 4-0. En hopelijk kunnen we ook nog de 5-0 maken. En gaat het dan in de 70ste minuut gebeuren? Die 5-0. Ja, 5-0. Holy shit. 5-0. Wat een wedstrijd. Jammer genoeg valt er geen 6-0. Maar het is wel 5-0 geworden. Ik stond in 9,6 gemiddeld. Wat natuurlijk weer geweldig is voor mijn speler. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze Route 99. Als jullie een leuke video vonden, geef dan een blauw duimpje omhoog. Abonneer als je dat nu niet hebt gedaan. Dan gaan we weer richting de 8000. Oh ja, en thanks voor de 7000. Dan zeg ik zoals altijd, tot morgen om 3:30. Later mensen.